Een vrachtwagenchauffeur ramde vrijdagavond bij een achteruitrijmanoeuvre een betonnen elektriciteitspal in de Hernofstraat, een zijstraat van de Edingse Steenweg in Denderwindeke. De elektriciteitsmaatschappij kwam ter plaatse om de bedrading van de geramde pal los te maken en een nieuwe noodpal te voorzien. De brandweer van Nienhoven kwam eveneens ter plaatse om de nodige hulp te bieden. De politie van Nienhoven deed de nodige vaststellingen. Nienhoven Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Dennerstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Dennerstreek via info@nienhovenmedia.tv of 0495 69 32 72.